Goedenavond iedereen. Ik ga jullie in deze presentatie kort kennis laten maken met de Eva-app en wat het allemaal kan. En daarbij ga ik af en toe ook de app zelf tonen om zo een duidelijker beeld te geven. Korte geschiedenis: de app is in 2016 ontwikkeld door PC Fruit en was oorspronkelijk ontworpen voor fruitteelers, maar door de samenwerking met andere praktijkcentra, waaronder wij, is de app ondertussen uitgebreid naar andere teelten. De vraag is natuurlijk: wat kan de app allemaal? Het doel van de app is om de bedrijfsvoering en administratie voor telers te vereenvoudigen. In 2021 werd er hard gewerkt om de app klaar te maken voor de toekomst, dat bijvoorbeeld bij wijzigingen in wetgevingen of bijkomende rapportages de app klaar is om u die informatie te bezorgen op basis van de gegevens die u heeft ingegeven. Dus in het algemeen, de app vereenvoudigt de bedrijfsvoering en registreert gemakkelijk uw veldbewerkingen. Een van de belangrijkste aspecten in de app is uw bedrijfsinformatie. En om Eva optimaal te laten werken, is het noodzakelijk om eenmalig een aantal basisgegevens over uw bedrijf, uw percelen en machines in te geven. Voilà, zo ziet de app eruit. Als je inlogt, krijg je automatisch de opdrachten te zien, maar bovenaan vind je alle mogelijkheden die dat de app kan. Als je op basisgegevens klikt, verschijnt er een kolom met allerlei aspecten waar dat je uw bedrijf, machines en al die dingen kunt vinden. Als je op bedrijf klikt, kan je bij je bedrijf uw bemestingsnormen en uw landbouw- en uitbatingsnummer ingeven. Bij machines kun je ook uw spuitmachine en bemestingsmachine ingeven en wordt er gevraagd naar uw tankvolume en eigenlijk wanneer dat uw machine actief is. Meestal wordt er de eerste dag van het jaar ingegeven en hier is het dus 1 januari 2022. Wat belangrijk is in Eva, is dat Eva werkt met verzamelaanvraagpercelen en deelpercelen. Dus één VA-perceel kan verschillende deelpercelen omvatten. Eén deelperceel is de kleinste eenheid binnen een VA-perceel dat uniform behandeld wordt. Maar voor de meerderheid onder jullie zal deelpercelen en VA-percelen bijna altijd identiek zijn. Maar toch moet je eerst een deelperceel aanmaken en dit dan later koppelen aan het juiste VA-perceel. Als je links op kaarten klikt, dan zoomt de app op uw ingetekende percelen. En de functie hiervan is om een totale visualisatie te krijgen van waar al je percelen gelegen zijn, die je natuurlijk eerst via deelpercelen ingetekend hebt. Hier links bij de pijl kan je de verschillende kaartlagen vinden. Je hebt algemene kaarten, die uw bodemkaart en luchtfotobeeld omvat. En je hebt ook satellietbeelden met allemaal verschillende types. Bij satellietbeelden is het belangrijk dat je de juiste datum kiest. Want een satelliet maakt wel elke dag beelden, maar niet elke dag over België. Als we kijken naar hoe groen dat die perceel eruit zag op 7 januari, ja, dan krijg je deze foto te zien. En je ziet natuurlijk, in de maand januari is er niet al veel te groen te zien. Op basis van de gekozen teelt en de datum, zal de app u enkel de gewasbeschermingsmiddelen tonen die erkend zijn in FitoWeb, op dat moment en voor die teelt. U hoeft dus niet steeds de website van FitoWeb te controleren. Daarnaast houdt de app ook bij of een product teveel is toegepast en of het wel binnen de veiligheidstermijnen past. Wanneer je een gewasbeschermingsmiddel selecteert, berekent de app hoeveel liter of kilogram u van dit product nodig heeft in uw spuittank. Daarmee wordt rekening gehouden met een aantal aspecten, zoals het aantal percelen en hun grootte, of u het volledige veld wil behandelen of slechts een beperkt deel, en natuurlijk de grootte van uw spuitvat, zodat u weet hoeveel keer je het vat zal moeten vullen en hoeveel er nog in het laatste vat moet. De app legt eigenlijk de focus op alle handelingen die in het veld gebeuren. Naast het bespuiten en bemesten is er ook een mogelijkheid om andere taken, zoals bijvoorbeeld voorbereidingen of mechanische onkruidbeheersing en zelfs bespuiting zonder spuitmachines te registreren. Op die manier krijg je een totaalbeeld van de handelingen op je perceel. Tijdens het invoeren van een opdracht kan je ook je medewerker toegang geven. Er zijn eigenlijk twee manieren om je medewerker te laten weten welke opdracht ze moeten uitvoeren. Ofwel digitaal, maar dan moet je de medewerker ook toevoegen in de app. Ofwel manueel en dan print je de opdracht af op papier. De app zorgt ervoor dat je de medewerker enkel toegang kan geven tot de opdrachten. Het voordeel is dat hij of zij na het uitvoeren van zijn opdracht de nodige informatie ook zelf kan ingeven. Op die manier wordt de administratie mede uitgevoerd door uw medewerkers. Natuurlijk geen paniek, als beheerder kan u steeds de acties van uw medewerkers controleren en corrigeren waar nodig. Als je een opdracht wil aanmaken, klik je rechtsboven op opdracht toevoegen en dan zie je hier alle mogelijke opdrachten die je kan aanmaken. Je hebt bespuitingsopdracht, bemestingsopdracht, een diverse opdracht voor fytobehandeling die je niet verneemt met een spuitmachine. Taak toevoegen is voor bijvoorbeeld mechanische onkruidbeheersing. En dan heb je de oogst voor tijdens de oogstperiode. Stel dat we een bespuitingsopdracht willen doen, dan zie je dat er een heel deel is ingevuld. Dit komt omdat de app de gegevens van de vorige bespuiting onthoudt en vult deze automatisch in. Bij deelpercelen klik je
de percelen aan die dat je wil behandelen. En stel dat wij willen behandelen voor de witlof meneervlieg, dan klik je op product toevoegen. Typ je een product in, zoals bijvoorbeeld Movento. Je krijgt dan een hele lijst met allemaal mogelijkheden. En in deze lijst wordt dan ook nog eens dosis weergegeven en de vijand waartegen je wilt bestrijden. Als je links op de groene knop klikt, krijg je meer detail te zien, zoals bijvoorbeeld hoeveel keer je het mag gebruiken en wat de actieve bestanddelen zijn. Na het bevestigen krijg je ook nog eens op het schermpje de dosis te zien. Bij de tanksmix zie je hoe groot dat de totale oppervlakte is die dat je wil behandelen. En hieruit berekent het hoeveel water en product je nodig hebt om dat perceel te behandelen. Het venster uitvoeren vul je pas in op de dag dat je gaat behandelen. Je kan wel een medewerker toevoegen die deze opdracht dan al kan zien. En stel dat je na het behandelen meer product gebruikt hebt, dan kan je het hier bij je verbruik nog eens aanpassen. Na het bewaren kom je rechtstreeks op het controleschermpje uit en kan je zien of je binnen de limieten zit. Een groen bolletje wil natuurlijk zeggen dat je niet over je limieten zit. De reden waarom EVA in eerste instantie is opgericht, is om jullie de mogelijkheid te geven om snel een spuitschema voor te leggen bij controle. Want in 2021 verplichtte de overheid de teler om wekelijks een kunstmeststofregister en verhandelingsregister door te geven aan de mestbank. Aangezien het ingeven van de bemesting naast gewasbescherming reeds bestond, kon de app snel inspelen op deze vraag en zorgen dat de teler de nodige informatie kan uploaden op het loket van de mestbank. Gezien in EVA de registraties van uitgevoerde bespuitings- en bemestingopdrachten gebeurt, is het niet meer dan logisch dat de app hierdoor ook aan voorraadbeheer kan doen. Je kan onder meer aankopen, verbruiken en volledige voorraadtellingen registreren. Werken met een voorraadbeweging is noodzakelijk om de koppeling tussen EVA en het verhandelingsregister voor kunstmeststof te kunnen maken. De app geeft de teler de mogelijkheid om een bemestingsplan te maken, zodat je kan bepalen welke gewassen je kan telen zonder de wet te overtreden. Wat nieuw is in EVA is dat je je eigen meststof kan aanmaken dat natuurlijk gebaseerd is op een voorgedefinieerde lijst. Elk aankoop, verkoop of gebruik buiten Vlaanderen van kunstmest moet aan een tegenpartij gekoppeld worden. Dit is nodig om het te kunnen doorgeven naar het verhandelingsregister. Binnen uw basisgegevens vind je ook je eigen meststoffen, voorraad en voorraadbeweging. Als je klikt op eigen meststoffen zie je dat er een aantal producten zijn toegevoegd. Je eigen meststoffen worden weergegeven als blanco en je kan kiezen uit verschillende mogelijke types. Deze producten kan je ook vinden in je voorraad samen met de fytoproducten. Zoals je ziet heb ik hier geen exacte hoeveelheden ingevuld, maar indien je een opdracht uitvoert met een bepaald product, komt er een minnetje te staan. In je voorraadbeweging krijg je een meer gedetailleerde overzicht van alle uitgevoerde handelingen. Bij de knop aangifte vind je het gebruiksregister, verhandelingsregister en mestbankaangifte. Als je op een nieuw rapport klikt, download de app een Excel-bestand die je kan uploaden op het loket van de mestbank. Voilà, dat was kort de EVA-app. Ben je geïnteresseerd of wil je de app eerst verkennen, neem dan zeker contact met me op. Je kan de app gratis uittesten tot eind maart en tot dan worden ook gratis opleidingen georganiseerd die je kan volgen. Uiteraard kan je ook meer informatie vinden op de website van PC Fruit. Dankjewel allemaal!